Kenny Penny. Kenny Penny. Als je denkt het Kenny, Penny kent het wel. Kenny Penny. Kenny Penny. Kom eens kijken, Penny. Er hangt mysterie in de lucht. Benny? Ja? Vind je dat je een antiekzaak bent of een vintagezaak? Een curiosa shop. Een winkel vol curieuze spulletjes. Opvallend en aantrekkelijk wegens zeldzaamheid. Hoezo? Nou, ik vraag me gewoon af of mensen dat wel weten. Dat het aantrekkelijk is. En opvallend. En zeldzaam. Nou, de mensen die ons kennen wel. Ja, het is wel erg stil de laatste tijd. Maar mensen zijn voorzichtig met uitgeven. Als we het nou eens vintage noemen, hè? Dat vintage klinkt hipper. Niet zo ouderwets als curiosa. Vintage betekent gewoon tweedehand. Ja, nee, dat klopt wel. Alleen als we het vintage noemen, dan trekken we misschien studenten aan. Hè? Jong publiek. Studenten wil ik niet. Die hebben geen gevoel voor de emotionele waarde van mijn mooie, dure spulletjes. Die zijn in staat om zo'n bureautje, zo'n antiek bureautje roze te schilderen. Dat is verschrikkelijk. Moeten we niet gewoon een actie op touw zetten? Hou nou toch eens op. Dat we een mindere week hebben, dat wil nog niet zeggen dat we failliet gaan. Iets met reclame achter een vliegtuig. Oh, dat we jou achter een vliegtuig binden en dat jij dan roept, kom kopen bij Benny. Nee, ik bedoel zo'n groot ludiek spandoek. Ja, nou, ik vind jou achter een vliegtuig goedkoper en ludieker. Je kunt toch wel wat bedenken om de mensen een beetje warm te houden? Oh ja. Ik ben er al zo aan gewend dat ik ze niet eens meer zie. Ja. Yeah. Wacht eens. Mag ik? Lieve mensen, jullie wensen hebben absoluut geen grens. Je portemonnee zich daarentegen, slecht idee. Maar de spullen die je hier ziet, hier bij Benny, nou dat Kenny. Tweedehands, nou echt geen kans, ik breek een lans, want ik ken Benny. Kijk dit kastje, ja dat pasje, kom nou gast, je moet het kopen. Of dit ding, hoe heet het Benny? Een boudoir. Ik dressoir. Dat is waar, het heet dressoir, je wilt het hebben, geen bezwaar. Met het bussie? Is het een makkelijk klusje? Kom dan gast nou niet meer dralen. Kom het halen en betalen. Of bestellen, even bellen. Binnen 5, 6, 7 tellen. Kan je lekker gaan genieten wat we bij je achterlieten. Deze kunst, het is een gunst. Is van de kunst in onze winkel. Ik zeg hey, doe maar mee. En neem je familie lekker mee. Ben je helemaal gek geworden? Je gaat toch niet op zo'n antiek bureautje staan? Er is niks aan de hand toch? Je maakt het kapot, ik hoorde het kraken. En het is ook een waardeloze rep. Jij houdt er gewoon niet zo van, denk ik. Nou, het is helemaal... Oh, het is helemaal losgegaan. Dat heb ik zo gemaakt, joh. Hé? Hey? Zijn er maar tekens op? Ja, er heeft iemand in zitten krassen. Geheimtaal. Een zenuwenleier. Nee, dit zijn echte tekens. Waar lijkt dit nou op? Arabisch? Nee, dat niet. Gijsje, Kan jij hier wijsheid worden? Het lijkt Egyptisch of zo. Ja, het is het kaasplankje van Toetankhamon. Kom, we vragen het de kijkers. Beste kijkers, laat even goed zien. Weten jullie wat dit is? Heeft iemand van jullie dit gedaan? Herkennen jullie het schrift, als het een schrift is? En zo ja, wat betekent dit? En we hebben hier allemaal hele mooie spullen staan. Hè? Aantrekkelijk, bijzonder en zorgzaam. Zeldzaam. Kom kopen bij Kenny Benny. Jij zou het echt goed doen achter een vliegtuig. Tweedehands, nou echt geen kans. Ik breek een lans, want ik ken Benny. Want ik zeg je zo goedkoop als het hier is. Nou ja, dat Kenny. Kenny Benny, Kenny Benny, kom eens kijken, Benny, er hangt mysterie.